In het Nederlands en ook in het Fries. Nee, in het Gronings. Gronings, dat bedoel ik, bedoel ik. In het Gronings. Waarom in het Gronings en in het Nederlands? Nou, ik kom dus echt, ik ben dus een echte Groninger. Ja. En ik heb ook 11 jaar in Grote Piraankoning hebben gezongen. Ja. En de dirigent die wij dus hadden, dat was ook een bij wijze van spreken, die schreef ook heel veel voor Via Buze en dit en dat. Schreef hij er ook een Groningse tekst. En ik vond zelf Gronings ook wel mooi. En ik heb gezegd, hij zei, je moet even Gronings gaan zingen. Hij zei, want er zijn niet zoveel die dat doen. Mm-hmm. Ja? Ik zei, nou ja, dat wilde ik wel doen. Ik zei, maar ik wil geen koffer zingen. Dat wilde ik dus niet. Dus toen zijn we samen aan de slag gegaan. En we hebben dus allemaal nieuwe teksten hebben geschreven. En die heb ik dus allemaal opgenomen. En op die manier, bij wijze van spreken, heb ik die dus uitgebracht. Ja. Ja. En die waren dus ook in Groningen en Drenthe en omstreek. Maar zo overal was ook vrij veel dan gedraaid. Dus dat... Dus en daar is iets, en daar is ook je moedertaal, dus dat gaat allemaal zo gemakkelijk en allemaal zo vanzelf. Dat stelt allemaal niet voor. Ja. Op het album staat het liedje ouder worden. Ouder worden, ja. Nou ben je zelf ook ouder aan het worden. Is het nou moeilijk om als oudere zanger een beetje bekendheid te krijgen in, het, in de wereld van zangers? Dat weet ik, nee, dat geloof ik niet. Als je één gaat en iemand bent, bij wijze van spreken, die wel met de beide benen op de grond staat. En die dus ook midden in het leven wel staat. En ook veel met mensen omgaat. En daar heb ik ook met mijn andere werk. Ik heb ook een paar eigen bedrijven, heb ik. Ik heb ook een paar eigen bedrijven. Eigen bedrijven? Ja, twee eigen bedrijven heb ik. Dus ik ben altijd wel bij de weg. En dat al 43 jaar. Dan heb je toch wel dat heel veel mensen jou wel kennen. En als je dan ook nog een beetje met eigen repertoire en zoiets komt. Dan is er toch wel iets, er heeft voordeel en er heeft nadeel. Het voordeel is, als men bepaalde die nummers wil horen, en je bent bij een of ander optreden, bij meerdere artiesten zijn, dan heb je niet bij wijze van spreken, maar je hoort drie keer hoor je Frans Deus voorbij komen, maar je denkt maar dat Jan dus maar, de vlieger komt vier keer voorbij op zo'n avond. En de mensen bij wijze van spreken, die hebben op een gegeven moment geluisterd helemaal niet naar de muziek meer. En als jij dan zelf eigen repertoire zingt, en je gaat er zelf op die podium, ga je achter een microfoon ga je er staan, dan heb ik drie regels gezongen en dan is het helemaal stil. Dan kun je een nat, kun je een val. Dan gaan ze echt naar je teksten en alles gaan ze naar luisteren. En dan ga je je toch een klein beetje afstonden van de hele grote massa. Dat krijg je. En men gaat toch op een gegeven moment wel zoeken. En als je een beetje met videoclips en al dat soort dingen zo'n beetje maakt, waar ik ook wel vrij veel mee bezig ben. Maar ik heb ook heel veel nummers wel eens als single uitgebracht. Dan gaat het vanzelf, dan wil dat wel. Maar je moet er wel een beetje voor doen. En je moet wel een beetje aan de weg spijgen. Een beetje reclame zoiets maar. En zo was een albumpje en dit en dat soort dingen die je daar eens een weggeeft. Of radiozenders de albums toemailt. Zodat het gedraaid wordt. En dan gebeurt dat. Dan gaat de onderroepen gaat dat door. Mm-hmm. En dan lukt dat wel. Dan lukt het heel best. Ja. Als je maar gewoon zo bent zoals je ook in het jazz bent. Ik wil me zeggen, niet iemand bent met maskers op. Dan wil dat heel best wil dat lukken. En dan ben je ook overal weer welkom. En dan is het ook helemaal niet zo moeilijk om interviews en dat soort dingen te krijgen. Die heb ik al heel veel gegeven. Ik heb daar niet zoveel probleem mee. We gaan luisteren naar een plaat, want je hebt hier een plaat Puur Gevoel. Daar staat ook dit liedje op, want hij voelt die vraag ouder worden. Ja. Hoe dat het dan is om als ouder wordende zanger bekend te worden. Of dat moeilijk is. Nou, we gaan luisteren naar dat lied Ouder Worden. Ja. Want dat lijkt me toch wel interessant. Het is een heel mooi nummer. Het is een heel mooi nummer. Ja. En ik hou heel veel van muziek waar de mensen zich in herkennen. Mm-hmm. En dat zijn de meeste nummers die hierop staan. Daar herkent iedereen die herkent zich daar wel in. Ja? Ja. Gaan we eens luisteren. Ouder worden. Ja, doen we ouder worden. Ja.